En als het gordijn open is, dan begint dus de voorstelling. En hier ziet u een olifant. En ik wil beginnen met een verhaal over een olifant. Een olifant kwam eens in het land van de blinden. In een dorpje ergens in het olifantenland en er waren alleen maar blinden. En die blinden die wisten niet wat een olifant was. Maar toen kwam het gerucht ter oren van de goedhorende blinden. Er kwam een olifant met een mahoed naar het dorp. En ze verzamelden zich allemaal op het plein, bij de boom, op het dorpsplein. En daar wachtten ze de komst van de olifant af. En ze hadden geen idee wat een olifant was, maar het was iets heel fantastisch. En de blinden die kwamen toen de olifant er was, die voelden en dachten, het lijkt wel een boomstam. En deze denken ook, ja, dat is een boomstam. Maar die hier stond, die denkt, het lijkt wel een slang en er zit iets wat plasticachtig is, wat warm is. En die blinde die hier stond, die denkt, het is een soort van bezempje. En die mahoed, dus die olifantenhoeder en de olifant moest alweer snel weer weg. En toen lieten ze de blinde in verwarring achter. Die gingen dus weer bij elkaar zitten onder de boom op het pleintje. En die maakten ruzie over wat nou een olifant was. Want de ene die zei, het is een soort van slang en de ander zei, een soort van bezem. En de ander zei, het is een soort van ton, maar hij hangt in de lucht. En het was een boomstam en ze maakten ruzie. En die blinden, dat zijn wij, dat ben ik en dat bent u. Want wij hebben allemaal een idee van de werkelijkheid. In dit geval hadden de blinden dat van de olifant. Maar wij hebben ook van de werkelijkheid een idee. Maar het idee van mij is anders dan dat van u of dat van u. En over dat soort dingen gaan we het ook vanavond hebben. Maar goed, gauw verder. Aan het eind ga ik ook afsluiten met een verhaaltje over een olifant. We gaan het dus hebben over genen, memen en systemen. Wat is de inhoud? Eerst waarschuw ik u even. Dat is de inleiding eigenlijk. En dan, ja, ik moet er al de hele tijd nou omkijken naar wat er komt. Als ik hier, nou ja, het zij zo. Als ik nou van hier kijk, dan kan ik toch nog bij jou kijken. Dat blijft een beetje moeilijk. Ik ga dan hoofdstukje 2, dat duurt veel langer. Dan ga ik natuurlijk over genen, memen en systemen het hebben. Met twee uitweidingen. Ik ga een beetje over tribalisme uitweiden bij de genen. En een beetje over informatieverwerking bij de memen. Dan gaan we naar hoofdstukje 3. Dan ga ik nog een paar dingetjes wat verder uitwerken. Dat is nog wat langer dan hoofdstukje 2. Eerst over memen en daarna over de systemen. En bij de memen haal ik er vooral ideologie en ideologismen bij. En bij de systemen ga ik erop in van ja, waar houdt nou het leven op en waar houdt het niet op? Goed, en dan tenslotte vatten we het nog even samen. Hoofdstukje 1, dus de waarschuwing. Ik heb niet voor niks die theatergordijntjes hierbij. Het is het theater van mijn leven en van mijn speeltuin. Wat in mijn hoofd zit, de blokkendoos die in mijn hoofd zit. En ik heb de blokken voor u een beetje, ja, mijn blokjes, een beetje opgestapeld tot een leuk kasteeltje. Hoop ik dat u dat ook vindt. En dat ga ik u voorhouden vanavond. Het is een blokkendoos, ideeënbox. En het is af en toe barok. Dus ik heb wat uitstapjes. Dus ideeën geef ik u mee en u kijkt maar wat u er mee doet. Genen, memen en systemen. Genen, daar is natuurlijk de naam van Charles Darwin mee gekoppeld. Die wist nog niet wat een gen was, maar goed, dus zijn evolutietheorie. Dat is het eerste. En dan de memen, daar is de naam van Richard Dawkins met name aan gekoppeld. Want die heeft ook de term meme bedacht. Wat dat is, gaan we natuurlijk straks op in. En dan de systemen. Ja, er is ook een naam bij, zet ik erbij, en dat is de mijne. Hè? Dus je moet niet tussen de grote durven scharen. Dus we gaan het hebben over Darwin, Dawkins en Thijs. DDT. En ik hoop dat ik u een beetje antigif, een beetje doop meegeef tegen slechte gedachten. En ik hoop dat die gedachten zelf, hè, dus die DDT die wij proberen mee te geven, die ik probeer mee te geven vanavond, dat dat op zich niet giftig is. Ik ga het dus wel over giftige memen hebben vanavond. Goed, eerst de genen. Hoe ging het ook alweer?
Dat is dus hoofdstukje 2. Eerst nu dus, wat is genen, memen en systemen en hoe kun je dat een beetje vanuit de theorie van de evolutie een plaatsje geven. Goed, de evolutie, dat ja, nog even in een nutshell, hoe zit het ook alweer in elkaar? Hoe zijn wij als mens geworden wat we zijn? Allereerst, de evolutietheorie gaat natuurlijk vooral over de natuur, over de organismen. En dat plant zich voort, dat repliceert zichzelf en dat vermenigvuldigt zichzelf. En wat is de replicator, dus de vermenigvuldiger? Dat zijn de memen, dus de genen. De gen van de vrouw, gen van de man. En die gaan samen smelten en dan komt er weer een nieuw product. Dus het gaat over genen. En vanuit de oersoep zijn wij tot mensen geworden en alle soorten die er bestaan. En dat hebben we net vorige week zaterdag geloof ik nog van Freek. Wie heeft het gezien van Freek op de televisie? Een paar mensen? Ja, een paar wel, hè. Toen heeft hij nog eventjes gauw uit de doeken gedaan. Dat was leuk. En even overhoring. Wat is het? De hoofdgedachte, hè? De overleving van de, wat moet ik invullen daar? De wat? De fittest of de sterkste? Heel goed, hè? De meest passende. Hè? Want in Nederlanders zeggen, roepen vaak de sterkste. Want het is in het Engels de fittest. En dan denk je fitness. Hè? Dat is de sterkste. Nee, dat is helemaal verkeerd begrepen. Het is de meest goed, de best aangepaste. Hè? En dat kan zijn omdat hij slimmer is. Dat kan zijn omdat hij langere poten heeft enzovoort. Want als we nou bijvoorbeeld een antiloop hebben. Hè? Het is een antiloopje. En het is trouwens een gekke naam, want waarom is het een antiloop? Ze kunnen heel goed lopen, dus ik vind het eigenlijk een pro-loper, zeg maar. Dat terzijde. Maar een antiloop die krijgt kinderen, jonkies. En die jonkies die verschillen wat. Sommige hebben lange poten en sommige hebben korte poten, niet? Ja, dus eentje met lange poten, eentje met korte poten. En nou gaat hij het strijdperk van het leven in. En wat gebeurt er dan? Die moeder met de redelijk lange poten, nou, die komt daar vrij ongeschonden doorheen. Maar dan die kleine, met die korte pootjes, ja, die heeft het toch moeilijker. Want hun tegenstander, hè, vijand, die staat op de loer en die heeft hem al gauw te pakken. Kijk, dat gaat dus niet goed. Weer even de koning der wildernis teruggehaald. En nou komt zijn broer of zijn zus met die lange poten voorbij. Ja, en dan schrikt hij zich rot, want dan is hij te laat. Hè? Dus, waar gaat het over? Hè? Dus dit is even een recap van de evolutietheorie. Waar gaat het over? Het gaat over de genen die replicator zijn, die vermenigvuldiger zijn. Het gaat over organismen. Het gaat over variatie. En over de selectie, dus de meest aangepaste blijven bestaan, de anderen die sterven uit. En dan die meest aangepaste, die krijgen weer jonkies, die lijken meer op hem en daar is weer variatie en zo gaat het maar door, u weet het. En het is dus in de reële werkelijkheid, het is gewoon de tastbare werkelijkheid zoals mijn lijf en uw lijf tastbaar is. Dus die haalt het niet en deze haalt het wel. Zo. En nou lijkt het erop dat die genen de drang hebben om te overleven. Nou, die genen hebben helemaal niks. Feit is gewoon, het is gewoon een mechanisme, dat de meest aangepaste blijven bestaan en de anderen sterven uit. He, er is dus geen wil, er is geen richting. Ja, wij kunnen daar een richting aan, namelijk datgene wat het meest is aangepast, dat overheerst degene die minder zijn aangepast. Dat is dus een mechanisme, he, dus niet een vooropgesteld doel. Bruno, jij zit te roepen. Moet ik daar weg? Oh, goed. Aangepast. Deze is aardig aangepast aan zijn omgeving, aan zijn biotoop. Zet ik nou die cactus in een wildernis, nou, dan gaat die goed. En wat gaat hier wel goed? Hier gaat natuurlijk een varen gaat hier heel erg goed. Zet ik die in de wildernis, dat gaat niet goed. Zet ik een mens in deze omstandigheden, dat gaat denk ik ook niet goed. Hè? En hoe komt dat? Doordat wij hersenen hebben zoals we ze hebben. En die zijn dus ook ontstaan gewoon door de evolutie.
niet omgooien. Daar wil ik een klein beetje over vertellen. Hersenen zijn natuurlijk een enorm gereedschap om te overleven. Hè? Als wij niet meer weten waar we onze prooi hebben gelaten, als we even hebben losgelaten of waar we voor het laatst hebben gezien. Als je een eenvoudige jager bent of een eenvoudig dier wat op een ander jaagt. Als je dat kan onthouden, dan heb je een groot voordeel. Nou, dat kan steeds verder uitgroeien en dat is dus ook gebeurd. En dit is dus het, rechts is het bovenaanzicht van, de zijaanzicht van de hersenen doorsneden, en dit is het bovenaanzicht. En dat we twee helften hebben, dat weet iedereen wel. Maar dat we hier ook drie lagen hebben, dat weet niet iedereen. Daar wil ik even een paar dingen over zeggen. In de loop van de geschiedenis hebben we de ene soort die uit de andere ontstaat en dat heet filogenetica. En hoe is dat nou gebeurd? Als volgt. Je hebt een ruggenmerg, dat zit hier. Je hebt daarboven de hersenstam en de kleine hersenen. En daarboven heb je het limbisch systeem. En dan heb je de cortex, de neocortex. En die zijn ook in die volgorde ontstaan in de evolutie. Dus heel oude beesten hebben al ruggenmerg, hè, bijvoorbeeld de krokodillen, hè, die zijn 300 miljoen jaar oud, zoals ze, ongeveer zoals ze nu nog steeds zijn. Die hebben dus ruggenmerg en die hebben kleine hersenen en hersenstam. En hier worden allerlei basale functies zoals eetlust, seksualiteit, bewegingen, coördinatie van bewegingen, wordt daar allemaal in geregeld. Dat hebben dus al hele basale, eenvoudige, relatief eenvoudige dieren hebben dat al, he, reptielen. En dan komt er opeens de volgende, de zoogdieren, daarbij wordt het limbisch systeem opeens veel groter. En daar wordt verwacht dat daar vooral ook gevoel al in zit. He. Dus een hond heeft duidelijk gevoel, dus die is heel blij als je komt enzovoorts. Andere systemen hebben ze ook, die zijn gewoon overgebleven, maar ze hebben er iets bij gekregen. Dus dit zijn jongere hersenen dan die. En die hebben ook al een beetje cortex. En dan de mens, die heeft er heel veel, dat is zo'n bloemkool, bloesemt het er helemaal overheen. Maar die heeft dus die basale hersenen ook. En ook dat gevoel. En ook de denkhersenen, zeggen we maar eventjes grof. En die zijn veel groter dan hier. Dit is allemaal voorgeprogrammeerd wat hij doet en hij kan niet of nauwelijks leren. Een stier kan wel een heleboel leren. Hè? Dus bij stierenvechten, als een stierenvechter een hele dappere stier tegenkomt, dan doodt hij hem vaak niet. Hè? Toen, op die tijd dat het allemaal nog mocht in Spanje, dan liet hij hem leven. Maar die stier mocht nooit meer vechten, want hij was al gevaarlijk, want anders had die toreador niet zo'n respect voor hem gehad dat hij mocht blijven leven. Maar als je dan nog een keertje gaat vechten, dan wordt hij nog veel gevaarlijker. Dan is hij dodelijk gevaarlijk, want hij heeft geleerd. Bij een slang, hè, dus die Freek, die is helemaal niet bang van slangen. Ja, omdat hij het gedrag kent. En een slang die leert niet, of eigenlijk niet. Dus die heeft helemaal voorgeprogrammeerde reacties. Dus die zijn ook voorspelbaar, als je het kent. Dus deze zijn al minder voorspelbaar en deze zijn natuurlijk zeer onvoorspelbaar. Maar anderzijds ook wel een beetje voorspelbaar. Dus in ons hoofd hebben we een parlement van drie soorten dieren. Net zag je ook nog specialisatie en communicatie. Dat zie je hier ook weer. Hier zit doen, bewegen, seks, eten, dat soort dingen, de vegetatieve reacties, dat is ademhaling, spijsvertering, alles. Hier zit meer affectiviteit en hier zit het rationale denken. Ja, en dat is dus gespecialiseerd. Maar er zit heel weinig communicatie tussen. Dus het kan zijn, dat is een voorbeeld van Piet Froon, van 25 jaar geleden. En die zegt, ja, de krokodil in mij die schrijt tranen. Het paard in mij is verdrietig en de mens in mij vraagt zich af waarom die verdrietig is en tranen schrijft. Dat kan dus, want er is weinig communicatie daar. Dus al die lagen van de primitievere zoogdieren zitten ook bij ons erin.
En die communiceren slecht met die hogere lagen. Dus wij zijn in, diep in ons wezen gewoon een tribaal kuddedier. Dus, wij zijn tribaal en we zijn een tribaal zoogdier. De mens ook. Dus wij houden ook van kudde, van tribes, van stammen. Wij zijn een stammendier. En net als deze mens stammendier zijn. En onze hersenen zijn daarop geëvolueerd. Vroeger hadden ze de tijd om mee te evolueren. Maar ja, wij hebben het heft in eigen handen genomen. En daar komen we straks op met de memen en de systemen. En nou moeten mensen, wij, die dezelfde hersenen hebben als deze primitieve stam. Die tijden geleden ook al zo leefden zoals ze nu leefden. Maar wij moeten nou in deze wereld zien te overleven. En dat is niet altijd makkelijk. Maar we zijn nog steeds tribes, hè? Dus dit is een voetbaltribe met zijn leider. En dit is een andere leider, de paus. En hij heeft ook een hele tribe die hem vereert enzovoort. En dit is ook een leider. En is ook een grote tribe. Maar ja, en dan hele stadio's vol die volgen die leider. En, maar doet iedereen dat? Nee. Dit is mijn held. En ik hoop dat als jullie genoeg DDT hebben gekregen, dat je ook zo'n held, als je het al niet was, dat ook bent. Daar gaat het om. Het hoeft niet. Kijk, en wij zijn natuurlijk ook, naaapgedrag is ons, ja, zo hebben we alles geleerd. En zoals dit mannetje ook aan het bidden gaat, zonder te weten aan wie en voor wat. En dit is ook tribaal gedrag, hè, waar we straks nog dieper op zullen ingaan. En waar ik naartoe wil, dat is ja, kritisch denken. En kritisch denken, beste mensen, is niet natuurlijk. En want wat is natuurlijk? Brave kindertjes die zeggen wat papa en mama doen. Want de kindertjes die graag het water in wilden, maar papa en mama zeiden van kindertje, je moet niet in dit water gaan, want hier zitten krokodillen. En het mannetje die zegt van nou, dat zullen we nog wel eens zien, die is opgegeten. En degenen die gehoorzaam waren, die zijn gebleven. En wij zijn gebleven. Dus wij zijn diep in ons altijd geneigd om gehoorzaam te zijn. Want anders waren we er niet geweest. He, dus dat is ook een selectiemechanisme. Dus kritisch denken, zelfstandig en niet de hang hebben naar een leider van buiten je, dat is eigenlijk een beetje onnatuurlijk en moet je leren. Volgende hoofdstukje, subhoofdstukje. Dus nou over de meme. Wat is nou eigenlijk een meme? Wie heeft er wel eens van een meme gehoord? Eentje weet ik in ieder geval van jullie. Ja, toch wel een paar, ja. Ja. Dus, maar dat is niet zo breed verspreid. De eerste die dat daarover begon is Richard Dawkins. Die heeft het ook de naam gegeven. Maar eigenlijk moet ik jullie even vertellen. In mijn studententijd had ik al een idee om dit uit te werken. En ik heb het nu pas helemaal uitgewerkt, namelijk pensionering. Of helemaal een stuk verder uitgewerkt. Maar ik had dus met Richard Dawkins in de 70, 60, eind 60 jaren, begin 70. Had ik al het idee van ja, die evolutie, dat moet ook op de inhouden van je denken toe te passen te zijn. En dat heeft hij gedaan in de Selfish Gene, hè, dat boek. Zelfzuchtige genen, een leuke Nederlandse vertaling van. Dus meme komt van Richard Dawkins. En wat is het dan? Nou, dat zijn de gedachten van de mensen. Het gaat over denken, over inhouden van denken. En daarbij, het is een vorm van cultuur. En de replicator is een meme. Dus ik ga nu vanavond jullie een beetje proberen mee te geven het idee van wat nou een meme is. En dat is dus de meme. En hoe komt die dan naar jullie? Ja, als een virus verspreidt het zich. Hè? Je hoeft dus niet te compileren zoals bij genen. Maar het gaat door informatie krijg je er binnen. En op een of andere manier krijg je een of ander beeld in je hoofd wat daar min of meer op lijkt. Van wat ik hier probeer te vertellen. Dus jullie worden nu besmet met het virus, met de meme. Dus het gaat zoals een ziekte van de een naar de ander, gaat het over, onze ideeën. Meme. En ja, een aap heeft dat ook al een beetje. En ja, die hebben allemaal andere meme en die evolueren ook. Goed. Dus,
Nu gaat het niet meer over de organismen, maar het gaat over wat er in de hersenpan omgaat. En dan een beetje abstract, hè, niet voor welke stofjes, hè, niet à la, hoe heet die man van je bent je brein. Nou ja, dat doet er niet toe. Ja, Swaap. Maar over de gedachte zelf. En de replicator is het meme, heb ik al gezegd. Het gaat dus over denken. En daar is ook variatie in. Hè, dus je hoofd staat nooit stil. Er komen altijd weer nieuwe ideeën. Hè. Het is één speeltuin. Hè. Dat begon niet voor niks met het eerste plaatje, een speeltuin. Hè. Dus jullie krijgen al een beetje een plaatje in je hoofd van mijn speeltuin, van mijn theater. In mijn hoofd. Daar komen steeds weer nieuwe dingen schieten op en nieuwe verbindingen worden gemaakt. Soms ook hele verbindingen waarvoor je je wel eens schaamt. Hè. Vanmorgen pakte ik het mes om de sinaasappeltje door te snijden. En Angelique, die zit hier, die staat na me. Ik denk, zal ik er eens inprikken? Dat was dus een variatie op mijn gedachten. Van mijn gedachten. En je zou je daarvoor schamen, maar ik schaam me er niet voor. Dus ik deel het met jullie allemaal. Maar dan ben ik dat in mijn hoofd even gaan simuleren. Ik denk, ja, maar dat is een slechte gedachte. Dat is niet zo leuk, want dan ben ik er kwijt. Dat is helemaal niet de bedoeling. Het wordt hier een rommeltje. En ik raak waarschijnlijk nog in het gevangen ook. Dus dat is een slecht idee. Dus dan heb ik hem. Ik hoef het niet uit te voeren. Het hoeft niet uitgevoerd te worden om te kijken of het een meer passend idee is. Nee, ik kan het simuleren, virtueel. He, al heel veel. Dus het is een ongelofelijke truc van de evolutie. Dat er dus dingen opeens virtueel zijn geworden. Dat niet meer in de werkelijkheid hoeft te gaan groeien en uit te sterven. Nee, je kan het al heel erg voorschuffelen in je hoofd. He, dus simuleren. En dan kan je beslissen. Dus je kan selecteren. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb het niet gedaan. He? En ik schaam me niet eens voor die gedachte, want je hebt hem al gehad voordat die. Nou ja, voordat je hem eruit kan schoppen, zou ik maar zeggen. Ja, dit is gewoon heel gezond om alleen eens te door maar ideeën te genereren. En het is dus niet werkelijk, het is gewoon virtueel. Het is imaginair. Oké. En nou lijkt het alsof er heel veel ideeën ook altijd willen blijven. Net zoals dat het lijkt alsof genen willen blijven. Nee, ideeën willen helemaal niet blijven. Mensen die gaan hechten aan ideeën en daarom lijkt het alsof ze persistent zijn. Ja, dat komt omdat de mensen conservatief zijn. Ja, als je het goed vindt, wil ik toch door en niet te veel vragen nu. Want dat onderbreekt meestal heel erg. Oké. Goed, dus het lijkt alsof ze persistent zijn, maar dat is niet zo. Die memen hebben helemaal aan zich geen wil. Het zijn virtuele denkbeelden en dingen die in ons hoofd rond dwalen. Hè. Dus wat vind ik van denken? Dat is virtuele, imaginaire, naar binnen geslagen, voortgezette evolutie. Goed. En ja, ik ben docent aan de TU Delft geweest de laatste 20 jaar tot vorig jaar. Ja, wat doen we dan? Allerlei memecomplexen vertellen aan de studenten, meedelen, hè, ze besmetten met dingen. En, bij de genen was het zo, dat het de replicator was en je moet copuleren, ja, dus even een recap tussendoor. En dan komt de conceptie en het zijn dus ingeboren dingen. Hè? Dus daar hoef je niks voor te doen, dat ben je. Ik ben gebouwd zoals ik ben gebouwd, dat komt door de genen. Bij de memen, dat is het mem, de replicator. En dat gaat over van de een naar de ander als een virus. En dat gaat bijvoorbeeld door converseren, door luisteren wat jullie nu doen, hè, word je daarmee besmet. En het moet op een of andere manier, wil het blijven hangen bij jullie, toch in jullie al bestaand memenstelsel. Ja, worden ingevoegd, hè? Dus dat noem ik dan maar de conceptie. Het moet ergens ingehangen kunnen worden. Hè? Als jullie geen Nederlands zouden kunnen spreken, dan om maar iets te noemen. Als je dat hele memescomplex niet had, zou je er niets van begrijpen. En het is dus aangeleerd. Oké. We gaan straks hier een nieuw batterijtje doen, want ik vind dat wel dat die slecht. Goed, wij helpen dus je ingewijd te raken in memestelsel van alle grootte van het verleden. En nou is het heel aardig dat de genen
van al deze mensen, die genen, die zijn volledig opgelost. Er zijn geen genen van Leonardo da Vinci meer te vinden. Dat is helemaal verwaterd door allerlei nakomelingen, voor zover hij die al had. Hij had er geloof ik geen, net zo min als hij er had. Maar de memen van deze mensen daarentegen, die zijn nog springlevend. Dus vooral van Newton en Hooke, daar hoef ik met name in Delft niet lang over te praten. Het is de platte aarde, zie je. Hier gaan er koeien vallen van het randje af. Ja, dat is al lang voorbij. Hè? Dus het Ptolemeus wereldbeeld naar Copernicus, daarna kwam Newton. Dus de ene stelsel wordt steeds voor het andere ingewisseld. En in de wetenschap, ik heb er een stelletje uit de kast gehaald, de Scientific Revolutions van Thomas Kuhn. Ptolemeus, Darwin. We staan niet in het centrum van de wereld, heeft hij geleerd. Wij zijn niet de kroon van de schepper, maar speling van het lot. En we stammen niet van God af, maar van de aap af. Je bent niet eens de baas in je eigen hoofd. Mechanicisme, relativiteit, kwantum. Chaos en nou de string. En nu misschien Verlinde, komt hij nog? Allee. Ja, dus wie zal het zeggen? Wordt dat de volgende grote? We zullen het zien. Met de informatie. Verlinde. Nog even over dat brein. Dus ik zit jullie nu te stimuleren met verbaal en non-verbaal en met plaatjes. En jullie worden je iets bewust. Nou, eventjes. En dat bewustzijn, dat gaat vooral via het onbewuste. Wat jij bewust wordt, dat gaat niet rechtstreeks van die stimuli daar naartoe. Dat denk je misschien wel. Maar dat gaat via het onbewuste voornamelijk. Kijk zo. En daar heb je geen vat op. Ik ga hier nog... Allee. Ik moet echt nieuwe batterijtjes hier. Ja, mijn computer had ook hier moeten staan. Dat is veel... Dat had hij wel goed gedaan. Oké. Dat sla ik even over. Dan heb je geen controle over hoe je van hier naar daar komt. Daar heb ik een paar voorbeeldjes van. En dat zijn vooral wat ik hier uit de kast heb gehaald, een paar visuele voorbeeldjes. Maar het geldt ook voor niet-visuele dingen, waarover straks meer. Wat zie je hier? Het is een heel bekend plaatje. De meeste mensen zien hier een muis. Als ik het net over muizen had gehad, had je er zeker een muis in gezien. Als ik het net over oude mannetjes had gehad, had je zeer waarschijnlijk een oud mannetje gezien. De muis is makkelijk te zien, het oud mannetje iets minder. Dan is dit zijn oortje, dit zijn kale koppetje, dit zijn neus en dit zijn brilletje. Zie je hem? En kan je ze allebei zien? En dan ga ik je vragen, probeer ze eens allebei tegelijk te zien. Dat kan niet. Je kan wel, en mensen die visueel heel begaafd zijn, kunnen het vrij snel. En je kan wel je bewustzijn dwingen, dat bewustzijn wat hier staat, dwingen van, oh ja, hoe was ook weer het mannetje? Poem, dan zie ik het mannetje. Hoe was het muis? Ja, dan spring je over naar de muis. En visueel begaafde mensen kunnen dat behoorlijk snel. Maar je kan ze nooit allebei te zien. Dus de stimuli blijft hetzelfde, maar wat je bewustzijn, dat kan je wel omklappen. Maar dat kost een beetje moeite. En met het ene kost het meer moeite dan het andere. Nou, dus ook met hele wereldsystemen. Hè, als je als kind geleerd hebt dat God de wereld heeft geschapen enzovoort. Dan is dat heel moeilijk om de wereld anders te gaan zien. En dat is precies hetzelfde als met dit visuele plaatje. Allee. Een ander, ik zal straks vertellen waarom ik jullie dit laat doen. Er komen straks woordjes in verschillende kleuren. Maar dan moet je niet het woordje, ook zo oud als Methuselam hoor, dit testje, maar hier wel toepasselijk. Je moet de kleur van het woord zeggen en niet het woordje lezen. Hè? Dus, en ik wil jullie vragen dat hardop te doen. En zo snel mogelijk. Hè? Dus het is groen, rood, blauw en dan snel hè. Doe maar hardop. Nou, een beetje sneller kan ook wel. Nou, het is dus moeilijk, hè? Waarom is dit moeilijk?
En mind you, kleuren zien is, als ik mijn kleindochtertje van 3 vraag, wat voor kleur is dat? Zeggen ze, de kleur van gras, de kleur van bloed, de kleur van de lucht, de kleur van een citroen. Zo gelijk. Hè? Dat kunnen ze gelijk. Maar wij hebben iets geleerd. Wij hebben memen, hè, cultuur, lezen, dat zijn allemaal symbolen. En dat zijn ook memen. Hè? Die hebben wij geleerd. Dus bij ons, er zijn 2 dingen hier aan de gang. Het herkennen van kleuren zit rechts en het spreken zit links. Dus die hersenhelften die gespecialiseerd zijn maar slecht communiceren, die moet hier iets gewaar worden, dan moet hij het vertalen en hier gaan zeggen. Terwijl het lezen zit ook, vooral bij mannen, bij vrouwen ook dominant links. En dat zit veel dichter bij die spraak. En het zijn ook woorden en het is ook aangeleerd gedrag. He, dus iets wat natuurlijk is, wordt hier overvleugeld door aangeleerd gedrag. En dat is griezelig. He, want je kan mensen van alles aanleren. He, dit is nog harmless, gevaarloos, maar Allah. Ook hoe we kijken, he, wij kunnen dit niet zien. Wij zien bijvoorbeeld dat er hier, hey, is dat Piet daar zo? In die, oh nee, het is Piet niet. Wie is de, oh ja, nou, ik weet ook niet. En wat gebeurt daar? En wat heeft hij in zijn hand? Wat zie ik daar nou? Op een of andere manier ga ik met mijn gedachten daar naartoe. Als je je ogen van het een naar het andere wijst en het beweegt, dan zie je niks. En je ziet alleen maar die momentjes dat je ogen stilstaan. Als je leest, lees je ook altijd zo, in de saccadische bewegingen. Als ze stil zijn, kan je wat binnenkrijgen. Dus tussendoor zie je even niks en dan zie je een klein stukje scherp en de rest zie je hartstikke wazig. He, dus dan gaan we nog even verder, dan zie je daar wat en dan opeens denk je, oh, wat is daar? Zoiets zie je werkelijk. He, dat is niet zo heel mooi getekend, maar voilà. Dit is het principe. En je denkt dat je dit ziet, maar dat zie je helemaal niet. En wat zie, he, dus je kan geen overzicht. Je denkt dat je alles ziet, omdat je, als ik daar naartoe zie, zie ik het scherp, daar zie ik het scherp, daar zie ik het scherp. Maar je kan niet hier en daar gelijk kijken. He, dus dit klopt helemaal niet. Je voelt wel van, hé, wat is hier fout, maar je moet een tijdje kijken voordat je dit ziet. He, ook hierbij, bij dit voorbeeldje, idem dito, zijn het nou 2 balkjes die tegen elkaar aan liggen of die los liggen. Ja, zo heb ik heel veel. Dus als Koen het leuk vindt, kan ik nog wel een keer een avond over allerlei illusies. Niet alleen deze, maar ook rationele illusies. Ja, de standaard denkfouten. Daar ben ik op gepromoveerd ongeveer. De mensen maken ook allemaal standaard rationele denkfouten. Nog even voor de grap. Dit is een parallelogram. Hè. De Delftse studenten weten heel goed dat deze zijde even lang is als die. Maar ja, is deze nou even lang als die? Ja, omdat ik het vraag zou willen zeggen, ja, het zal wel even lang zijn, dat is ook zo, maar je kan het onmogelijk zien door de dingen daaromheen. Hè. Dus als je deze eventjes goed op concentreert en je haalt die andere weg, alleen weg, zo, en dan zet ik hem rechtop, dat is niet genept, en dan zie je dat het even lang is. Maar je kan het niet zien door de omgeving. Hè. Dus de omgeving van wat je ziet bepaalt heel erg wat je bewust wordt. Het gaat nog steeds over stimuli. En wat je bewust wordt. Allee. Ook deze evenwijdige lijnen, daar verander ik niks aan, alleen schuif ik er blokjes in. En kijken wat er gebeurt. En zo zitten we in elkaar. Komt er nog een? Allee. Ja, als ik op een spoorbaan kijk en ik kijk die kant op, kan ik dat linkerplaatje zien. Draai ik om, kan ik dat rechterplaatje zien. En als ik nou naar beneden kijk, zie ik dan dit plaatje? Nee. Want zo kijken we helemaal niet. Zo hebben de schilders ons leren kijken, maar je ziet het helemaal niet. Je ziet dit. Maar we denken het recht. Omdat we altijd maar een klein stukje scherp zien, denk je de rest recht. Maar het is niet zo. Als je door een deur loopt, zie je hem zo. Zoals door een fisheye. Dat is ook een leuke. En dan hou ik er geloof ik mee op met dit. Beetje uitweiding. Maar ja, dat is de barokheid. Sorry jongens, als je mij krijgt, dan krijg je dat. Een Charlie Chaplin, een masker. En je ziet het, dus die neus die steekt daaruit. En straks kunnen we in het masker kijken. Dan zie je dat het hol is.
Kijk maar, zo'n holmasker. En nou gaat er straks gaat er opeens iets gebeuren. Nu. Dan is het niet meer hol, maar is het bol. Je kan het niet anders zien. Want je bewustzijn, via het onbewuste wordt je bewustzijn opeens iets bewust. En namelijk dat het lijkt op een gezicht en een gezicht is altijd bollig. Dus het kan niet hol zijn. En je ziet het, je wordt het je gewaar als, en nog een keer en dan gaan we verder. Dus nou kijk je erin. En dan plopt die. En dan draait hij de andere kant op. Het kan niet anders. Oh nee, er is nog eentje. Het is altijd voor mij een leuk... Ja, sorry. Kijk eens naar dit punt. En dan flink naar voren en naar achter gaan zo. Allee. Flink naar voren en naar achter kijken. Dat is voor mij altijd leuk, want dan zit die zaal zo lekker. En dan zie je dat het hier gaat bewegen. En als je hier kijkt, zie je, oh nee, het beweegt niet. Maar als je hier kijkt en gaat naar voren en achter, zie je het hier nog altijd bewegen. En dus we hebben gezien, we zien rechter wat krom is. We denken dat we het duidelijk zien, maar we zien eigenlijk hartstikke onduidelijk. We zien beweging waar stilstand is en zo zijn er nog veel meer. Maar het is niet alleen visueel. Het is ook in allerlei wereldbeschouwingen, met wereldbeelden. Het is niet anders. Dus wij denken dat de wereld zo in elkaar zit zoals ons geleerd is, zoals de memen die ons zijn ingeplant. Maar is dat altijd zo? Nee, dat is altijd niet zo. We maken er het beste van, maar niemand heeft de waarheid in pacht. En dat zit er ook heel erg in dat bewuste van ons is maar een heel klein deeltje van onze verwerkingscapaciteit. Dus het wordt wel vaak met een ijsberg, het topje van de ijsberg, maar het topje van de ijsberg is nog veel groter dan... Of veel kleiner, veel groter verschil tussen het topje en de rest van de ijsberg dan ons bewuste met het onbewuste. Dus het bewuste, dat is serieel, dus na elkaar, één ding na het ander. En bij de mannen nog meer dan bij de vrouwen. En dit is parallel, bij de vrouwen wat meer parallel dan bij de mannen. Kunnen we ook een avond over praten, hè? Verschillen in denken en doen tussen mannen en vrouwen. Dat is ook leuk. Hier kunnen maar zo'n, op mijn leeftijd misschien 5 items tegelijk in. In de top van studenten die hier zitten misschien bij hele goede 9. En bij het gemiddelde is zo'n 6, 7. Items kunnen daarin. Dus een bewuste beslissing. Het maximale wat je bewust kan beslissen is ongeveer tussen... keuze maken tussen 3 wc-borstels. Hè. Dan kan je denken, nou, ligt die lekker in de hand. En verwacht ik dat die goed borstelt of minder goed. Dat is ongeveer, dat zijn dan 6 items, dat kunnen we nog net een beetje afwegen. Maar keuze van een vrouw of van een nieuw huis, waar de keuken hier goed is, de tuin daar goed is en onderhoud hier slecht en daar slecht, dat kunnen wij helemaal niet bewust. Kan helemaal niet. Maar onbewust kunnen we het wel, want dan gaat er parallel. En hier zit een enorm potentieel aan verwerkingscapaciteit. We hebben al 500.000, een kwart miljoen keer zoveel verwerkingscapaciteit. En daar zit dus ook de verwerkingscapaciteit om onze vegetatieve reacties automatisch te laten verlopen enzovoort. Als we dat dus eventjes vertalen naar een mensenlichaam, als de totale verwerkingscapaciteit van mijn hersenen wordt voorgesteld door mijn hele lichaam, hoe groot gedeelte van mijn lichaam is dan bewustzijn? Dat is ongeveer dit. Het topje van mijn pink. Meer is het niet. Maar ja, dat is het enige wat we ons bewust zijn, dus we hebben dat enorm overschat. We denken steeds dat het fantastisch is. Maar van alles wat we doen, dat doen we helemaal niet met ons hoofd. Dat doen we met ons buik, met onze guts, met die onbewuste. Oké. Wat ik dus altijd iedereen aanraad, dat is gebruik vooral je verstand. En dat is dan je bewuste verstand. Maar hoe kan je nou bij het onbewuste? Dat is door bijvoorbeeld naar je hart te luisteren. Dat is dus een vegetatieve reactie. Als je hart al ergens voor klopt en het gaat opeens tekeer, dan denk je, wat is hier aan de hand?
Dat kan zijn omdat je een vrouw waar je toe, wel, of een man, waar je toe je enorm aangetrokken voelt. Hé, hey, er gebeurt wat. Hè? De vlam slaat in de pan, er is iets geks. Het is met je studiekeuze misschien gebeurd. Dan liep je bij allerlei faculteiten, maar nergens ging je hartsnelle koppen, maar bij eentje wel. Dus mijn reactie is, of mijn advies is altijd, gebruik, lees je vegetatieve reacties. Als je naar je werk gaat, dus je ziet hier jonge mensen die dan, sommigen die zijn nog niet zo lang aan het werk, heb ik begrepen. Als je met lood in je schoenen, de taal zegt ook veel. Als je met lood in je schoenen naar je werk gaat, dan is er iets aan de hand. Dat is een vegetatieve reactie. Als je je werkkamer binnenkomt en je wordt gewoon misselijk, dan sta je op het puntje van of je bent al overspannen of overwerkt, burn-out. Dus gebruik je vegetatieve reacties om te kijken wat er echt bij je past. Want die vegetatieve reacties, die staan veel meer in verbinding met je onbewuste, dat is gewoon één kluwe, dan je bewuste. Dus als ik bang ben om een verhaal te houden, dan moet ik niet zo voor de zaal gaan staan. Dan moet ik me dwingen open te staan en dan ben je ook veel meer open. Want waar je in de loop komt, als ik bang ben, dan ben ik geneigd stil te gaan staan. Maar als ik niet bang ben, ben ik geneigd zo te gaan staan. Maar ik kan dat ook dwingen, ik kan dat ook gebruiken. En als je dus vertrouwt op je onbewuste, dat kan je dus meer aflezen met je vegetatieve reacties dan met je bewuste. Houd je vegetatieve reacties in ere. Slaat de schrik slaat me om het hart. De waarheid grijpt me naar de keel. Dat is. Dat komt omdat het je echt wezenlijk raakt. Dat hoort bij jou. Oké. Ik hou van beeldtaal. Dus dit, als ik wat zeg, dan doe ik dat zo. En ik denk wat, dan doen we dat zo. En ik denk wat buiten mijn hoofd. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hè? Dus het zit altijd in je hoofd. Het is hetzelfde wat ik al heb gezegd, maar op een andere manier. Het kan niet anders. Als ik dus over een opperbouwmeester des heelals het heb, dan is het noodzakelijkerwijs iets in mijn hoofd. Dus het is antropomorf. Kan niet anders. Iets anders kunnen we. Dus als we Donald Duck bedenken, dat komt uit Walt Disney's hoofd. Dat is hem. Hij is zelf grootgegroeid in een gezin waar zijn moeder niet was, waar zijn vader niet was. Dus de neefjes die hebben ook oom Donald, die hebben ook geen ouders en die hebben tante Katrien. En dat is helemaal het verhaal van Walt Disney zelf. En dan een mooier voorbeeld nog vind ik Martin Toonder. Tegen het einde van zijn leven, toen vroeg een persistente journalist bij een interview van ja, u heeft zoveel karakters. Wie kent trouwens Martin Toonder? Niet zoveel. Ja, de studenten die moet ik toch, de jongere mensen moet ik toch echt aanraden Bommels te lezen. Van Martin Toonder. Het is Tom Poes en heer Bommel. Maar even dit afmaken, dus er werd gevraagd van welke van uw scheppingen, van uw karakters is u het liefst? Hij hoeft er geen moment na te denken. En toen zegt hij, allemaal natuurlijk, want ik ben het allemaal zelf. Dus hij heeft het bedacht, dus het komt uit hem. En toen die man, ik zei niet voor niks dat hij persistent was, die vroeg maar door. En toen uiteindelijk, ja, als je me echt een keuze laat maken, dan kies ik voor Wammes Waggel. Want Wammes Waggel, die oordeelt nooit. Hè? U kent hem. Hè? En Wammes Waggel, die zegt altijd, mijn portemonnee is gestolen, wat enigjes. Die meneer die hem nu heeft, zal er wel blij mee zijn. En dus hij oordeelt nooit. En de oude wijze toonder, die zei dat van zijn karakters. Maar hij is het natuurlijk allemaal zo. We kunnen niet anders. Dus als wij... hier moet een geluidje bij, geloof ik. Nou, doet het ook niet. Allee. Ja, hij heigde, ja. En dus als we met een hondje praten, dan doen we dat in mensentaal of tegen de poes. Ja, dat is natuurlijk helemaal onzin, want die meme die kent hij helemaal niet. Maar hij kan wel je houding en zo en de kleur van je stem, dat kan hij wel appreciëren. Want hij is eentje van de hondentaal. Dus hij zendt ook hondentaal naar ons uit.
In lichaamstaal en zoals die. Want hij ziet ons als het hoofd van de roedel natuurlijk. Kijk, dus hij ziet dat. Die slaan we maar even over. Systemen. Het laatste stukje. Dat gaat dus over, ook over cultuur, maar over de artefacten. De dingen die we zelf maken. En dit is een ding wat we zelf hebben gemaakt. De vuistbijl. Dat zijn dus allemaal artefacten. De stoel, de computer enzovoort. Daar hebben we het nou over. Kijk, deze had de korte beentjes. En deze had de lange beentjes. En deze denkt, verrekt, ik... Wordt straks gepakt door de leeuw, en, maar ik heb korte beentjes. Wat doe ik dan? Nou, ik heb een leuke meme in mijn hoofd, dat is een veer. Kan ik met die veer misschien iets? Ja, dan denk ik van, ik maak gewoon vier veren. Een soort Blade Runner maak ik van mezelf. En dan ga ik dat echt maken. En dan heeft de leeuw weer het nakijken. En dan in het slagveld van het leven, dan overleef ik dus heel erg prima. Kijk, zo. Hè? Dus het gaat nu over de systemen en hoe die worden ook eigenlijk, kunnen die zichzelf voortzetten. En de replicator, ja, dat zijn ook weer systemen. Hè. We hebben systemen gemaakt die kunnen repliceren. Dat zijn de machines en tegenwoordig 3D-printers die een 3D-printer printen. Hè. Die zijn er. Het gaat dus over artefacten en die variëren ook. En dus sommige die zijn lang uitgestorven, dus de vuistbijl die is uitgestorven, tenminste in onze contraien, want we hebben daar betere voor. En helemaal vergelijkbaar met de evolutie van de soorten. Het wordt geselecteerd en het is ook in de reële wereld. En het lijkt ook alsof er de systemen die wij bedenken, dus de verenigingen die wij opzetten enzovoort, die hebben ook altijd een heel erg lang leven, die willen ook altijd... blijven, maar zo lang mogelijk blijven bestaan. Nou, die willen op zich niks, alleen de mensen die daar aan de knoppen zitten, die willen natuurlijk wel wat. En ik vind dus de systemen, de techniek, dat is buitenlichamelijk voortgezette evolutie. Dus als ik niet sterk genoeg ben om te overleven op mezelf, dan moet ik een apparaat maken, een mes of weet ik wat. En dan kan ik opeens wel van die, of een geweer, en dan kan ik wel van die leeuw winnen. En dan in het strijdperk van het leven, ja, dan sommige zijn, deze is bijna uitgestorven. Hè, de fabriek, de replicator van de Hummer is opgeheven. Waarom? Omdat de biotoop niet meer goed is, want hij zuipt te veel benzine. Hè, en de mindset van de mensen is niet meer goed, dus er is geen markt meer voor. En het is gewoon uitstervend. Een andere, die is al uitgestorven, dat is de stoomlocomotief. Dit zal ik even niet doen, want ik ga lopen uit de tijd anders, denk ik. En we hebben tegenwoordig systemen met geheugen, de computers, maar ook materialen met geheugen. Dus die een vorm vasthouden, die zijn in een andere vorm gebogen, maar maak je ze even warm, dan komen ze weer in de oude vorm. We hebben zelf helende materialen, zelf helende machines. Ook de computer die is, maakt zichzelf weer schoon enzovoort. We hebben zelf lerende machines, dus robots die zichzelf leren om op te staan, die zichzelf leren om te lopen zonder dat we ze het leren. Maar die gaan gewoon experimenteren. En die leren het net zoals onze kinderen. Onze kinderen kijken natuurlijk en ze proberen te imiteren, maar ze leren door vallen en opstaan. Onze machines ook vaak, dus de machines die chips maken, die zijn alweer 15 jaar geleden is daar iemand op gepromoveerd, om die machine te leren. Om van zichzelf te leren, experimenteren en dan nog weer beter chips te bakken. Dus nog weer kleinere lijntjes te kunnen zetten. Nou, die is daarmee een factor 10 beter geworden. Ook artefacten heb ik al gezegd. En ze ontstaan en vergaan, heb ik ook al gezegd. Dus alles ontstaat en vergaat. De mensen en de organismen en ook de artefacten. Kom jongen. Ook de memen, die hadden we hier. Dus en soms zijn die ook slapend. Memen, mind you, die kunnen ook een slapend bestaan leiden en dan weer wakker worden na een tijdje. Opeens een revival krijgen. Auto's en andere artefacten die ook mee ophouden. Nou, volgende hoofdstuk. Nou gaan we dus even een beetje uitweiden over de memen en later over de systemen. Dus eerst even over de memen.
Hele meme-stelsels of meme-complexen, ja, dat kan zich vormen tot een wereldbeeld. We hebben allemaal een wereldbeeld, hè, hoe we denken dat de wereld in elkaar zit. En de meeste van jullie zullen een beetje een technisch wereldbeeld hebben, want we zijn in Delft. Maar je kan niet anders dan een wereldbeeld hebben. En een ideologie is ook een wereldbeeld, maar het heeft bepaalde karaktertrekken waar straks wat op doorgaat. En dan, als dat nog verwort, dan is het ideologisme. En dan wordt het dus echt een totalitair iets, als je echt heel erg vast in je wereldbeeld gaat geloven. Wereldbeelden, ideologieën en ideologisme. Revisie. Nou, wereldbeelden. Het wereldbeeld van meneer Verlinde, die dus nou de informatietheorie over de zwaartekracht heeft. Ik begrijp er nog niet zoveel van. Maar Allah. Dat is wel degelijk aan revisie onderhevig. Dat kan gereviseerd worden. Hè? Dus in de wetenschap staan we open als het goed is voor nieuwe ideeën. Voordat we dat oude achter ons laten, dat moeten we wel een overmaat aan informatie, aan bewijskracht hebben voor de nieuwe. Maar goed, in beginsel moet het altijd de beste ideeën. Daar houden we het op. En er wordt dus altijd revisie. Mogen er andere invalshoeken bestaan? Ja, mag. Mag best. Hè? Dus je mag best met een nieuwe theorie komen, wordt verwelkomd. En dan gaan we eens kijken of dat het beter is of minder goed is. Bij een ideologie kan dat gereviseerd worden. Nee, in beginsel niet. Het gaat uit van een dogma. Weet je wel, van een waarheid. En een gemiddelde ideologie mag je dan ook wel een andere ideologie hebben. Hè? Dus daar. Dus voor mij zijn alle religies ook een ideologie. Dus naast het christendom van vandaag mag je best ook een ander geloof, kan daarnaast bestaan. Of naast het mild marxisme, wat eigenlijk de sociale groeperingen zijn, mag je ook kan het kapitalisme ook wel bestaan. Dus daar staat ook een ja. Maar als het nu omflipt, dan staat hier een hele zware nee. Dus als je echt gelooft dat er in jouw dogma dat het enige en uitsluitende, het ultieme waarheid is, dan mag het dus echt niet gereviseerd worden, niemand mag er aankomen. En nog enger, dan mag er ook niemand anders in iets anders geloven. En dat is dus totalitarisme. Ideologen en ideologisten willen altijd graag anderen overtuigen van de mens eigen, want je, in jouw tribe, dus ik heb niet voor niks begonnen met het tribalisme, en wij zijn allemaal tribes, dus de wetenschappers die geloven in Verlinde, dat is nu ook een soort van tribe. En dan heb je altijd graag dat er nog meer mensen bij jou tribe komen. Je wil je graag aangesloten zijn bij een hele goede tribe. Dus je hebt altijd wel het idee van, nou, laten we proberen die anderen ook ertoe te krijgen. En dan kan je het veranderen, en helemaal als je een dictator bent en zo, dan wil je natuurlijk alle anderen heel erg veranderen. Hoe kan je dat doen? Ja, door fokken. Dus Hitler had zo'n programma natuurlijk, om een übermensch te maken. Maar ja, dat duurt heel lang, dus bij de gemiddelde dictator is dat niet zo erg in zwang. Maar scholing, des te meer. En natuurlijk, hoe jonger je begint, hoe beter het gaat. Op school. En wij geven al onze kindertjes, sturen we ook naar school. En of dat je het wil of niet, daar wordt ook dat klinkt wel heel erg zwaar, maar dat is het wel, het kan niet anders. Ze worden ook naar het model geknipt van, dus ze worden gebrainwashed naar het model van de juffrouw. Het kan niet anders. En dit is in alle liefde en goedheid gebeurd, maar de juf denkt dat het zo is. En die plant het toch in de hoofden van onze kindertjes. Dat kan niet anders. En je kan ook met iets anders brainwashen. En dat moet ook natuurlijk op jonge leeftijd gedaan worden. Dan zet dat het meeste zoden aan de dijk. En het is heel moeilijk om van die dingen die je heel vroeg hebt geleerd, en van je ouders hebt geleerd, om als je daar vanaf zou willen wijken, om dat inderdaad gedaan te krijgen. Dus dan ga je hier allemaal in geloven. En heel jong, met rituelen en alles wat indruk maakt. En dan krijg je ook allerlei dingen waar mensen heel erg in geloven. En dan is het niet meer boos, maar ondertussen zijn ze zelf wel boos op allerlei. Dus in het verleden van het christendom gebeurde dit natuurlijk allemaal.
En daar zijn we niet zo blij mee nu, maar het is wel zo. Maar er is een goed en een slecht bericht. Een brainwash kan ook ongedaan worden, gemaakt. Zij het dat het niet zo makkelijk is. Maar je kan het alleen maar vervangen door een andere brainwash. Het kan niet anders. Dus je zit toch binnen je eigen hoofd gevangen. En je kan niet alles, alle benen bevatten van alles en iedereen. En lees dit maar even, die meneer die bedoelt het ook goed. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo heel erg slim. Dit is ook niet zo heel, ja, het is wel een mop, ik vind het wel een goede mop, maar dit is ook niet heel erg slim. En maar die mensen die doen dus ook met de beste bedoelingen, want die geloven in hun absolute meme. En die doen, er zijn dus mensen die dit met de beste bedoelingen ter wereld doen. En dit. En dit. En dit. En gebaseerd op een idee. En het is niet altijd het beste idee. En dat komt omdat ze niet zelf denken, maar iets hebben ingegoten gekregen. Eigenlijk zit iemand anders te kwijken door jou, of door jouw handen of door jouw mond. En dit kindje treft geen blaam, maar als je in een bepaalde conditie bent geboren, in Aleppo zoals de laatste tijd was, dan verbaast het me niet dat die virtueel als het ware al een mondgordel op heeft. Hè? Dus het kan haast niet anders. En iets heel engs, daarin is de filterbubbel. Wie van jullie heeft wel eens van een filterbubbel gehoord? Weinig mensen. Dan is het maar goed dat het aan de orde komt. Want als mijn vader bankdirecteur is en hij googelt, nee, anders zeggen, waar komt onze informatie vandaan? Waar komt de informatie van mijn studenten vooral vandaan? Niet meer uit kranten, niet meer van de tv. Overigens, de kranten en de tv zijn ook helemaal gekleurd. Maar die hebben het uit Google. Hè, waar halen zij het vandaan? Die halen het uit Google en die halen het uit Facebook en Twitter en dat soort dingen. Facebook en Twitter, daar zitten filters op. Als mijn vader bankdirecteur is en hij googelt op BP, British Petroleum, dan krijgt hij de jaarcijfers, dan krijgt hij de aandelenkoers en dan krijgt hij hoe het er. Allemaal van dat soort dingen krijgt hij van Google. Dat geeft het schabloon wat Google heeft van mijn vader, die bankdirecteur is. Die zoekt altijd naar dat soort dingen. Dus dat krijgt hij ook. Bladzijde vol. Mijn zoon is een activist. En die zit altijd te googelen op vervuiling en op milieuactivisten. Die googelt BV en die krijgt alles over de vervuiling. Dus die krijgt een heel ander filter. En die denkt, die wereld van mij, de wereld zit zo in elkaar. Mijn vader denkt dat de wereld zo in elkaar zit zoals hij in elkaar. En daar wordt hij alleen maar in bevestigd. En de jongere mensen krijgen bijna alleen meer informatie. Die lezen niet meer veel boeken. Die hebben ook de tijd niet om zich echt ergens in te verdiepen. Die krijgen door die verschrikkelijke filters, krijgen ze niet juist iets anders aangeboden. Ze worden alleen maar versterkt in wat ze al denken. En dat is doodgriezelig wat hier gebeurt. En dus noodzakelijkerwijs is die hele. Oh ja, dit ook. In heel veel het kamp van de mensen die democratische neigingen hebben, en dus die hebben ook Twitter-gedrag, of Twitter-gedrag en Facebook-gedrag en Google-gedrag. En die hebben, de jonge mensen hebben helemaal niet in de gaten gehad dat Trump een serieuze bedreiging was. En andersom, het polariseert waar je bij staat, die verduivelde filters. Dan is dit Trump. Dus hij zegt aardige dingen, maar doet hij dat? We gaan het zien. Ik vind het heel spannend, hè, wat er nou gebeurt. Want ik vind het wel fijn dat hij een zakenkabinet. En niet alleen maar van ouderwetse politici. Dus ik ben heel benieuwd wat er gebeurt. Ik vind hem een eigen vent, maar ik vind het wel leuk dat hij dingen doorbreekt. Hè. En of dat het ten goede of ten slechte keert, wordt spannend. Ja, en dit, ja.
Dit is trouwens ook een internetmeme, hè? Dit plaatje is ook een, dat is een internetmeme, noem je. Maar ik heb zelf ook wel eens zoiets stouts gedaan, hoor. En dat ga ik nou met jullie delen. Schilderij hangt niet in het Rijksmuseum, maar hangt bij Werchterbouw. Want het is gemaakt bij Werchterbouw, het is één op één, het is zo groot. En het is 3D geprint door Joris Dik, professor Joris Dik. En 3D geprint, heel erg nauwkeurig gescand. En je kan het eigenlijk niet van werkelijkheid onderscheiden. En toen heb ik nog lang voor Trump, ben ik ook eens in die lijst gekropen. Kijk, zie je. En ze vond het goed. Kijk, allee. Ja, kijk zo, zie je. Oké, de internetbubbel. Die internetbubbel is, vind ik heel erg griezelig. En ik zou hopen dat de internet juist, als ik altijd, weet ik veel wat, milieuvervuiling, dat die juist eens een keertje iets anders laat weten dan alleen weer hetzelfde. Of bij mijn vader, bij mijn imaginaire vader, dat die ook eens wat hoort over de vervuiling in plaats van alleen maar de jaarcijfers en de bonussen voor de aandeelhouders. Ideeën. Dat is natuurlijk al heel oud, hè? Ideeën, ideologieën, dat is ja, een idee wat uitgebouwd is. De School of Athens, dit zijn allemaal de filosofen, dit is Plato en dat is Aristoteles, laten we ze dichterbij halen. En die Plato, dat was natuurlijk de man van de ideeën, hè? Ideeënwereld. En die zegt, ideeën, dat is nog werkelijker dan de werkelijkheid. En daar, dat is de ultieme waarheid, de ultieme idee. En ja, dat deed hij, daar had hij het al over. Dus hij zegt memen. En ik zal de laatste zijn die beweert dat memen onbelangrijk zijn. Nee, het is eerst denken en dan zien. Hè. Eerst geloven en dan zien. Dus de dingen die wij maken, dat hebben we eerst bedacht. Hè. Dus de macht van een idee. En de macht van een idee gaat misschien nog wel veel verder dan alleen het maken van dingen. Misschien kunnen we ook wel via mechanismen die wij nog niet hebben ontrafeld en die wij nog niet kennen, wel degelijk dingen beïnvloeden. Dus misschien is bijvoorbeeld massaal bidden helemaal niet een slecht idee. Misschien is het wel een heel goed idee. Dat weet ik nog niet. Er zijn wel onderzoeken naar verricht, maar de vraag is wat die goed verricht zijn. Goed, hè, dus ideeën. Maar een idee kan ja, worden tot een heel ideeënstelsel. Dat kan, kunnen we aardig vinden of minder aardig. Maar het heeft altijd een grondgedachte. Bijvoorbeeld het kapitaal is slecht, hè? De overheersing door het kapitaal. Hè? Dus, dat is kapitaal van Marx. Dat is een meme, dat is een grondgedachte. Kan ook uitgebouwd worden tot, het kan echt een dogma worden, het kan een hele doctrine worden, die dan vaak heel erg listig in elkaar gesleuteld is. Het is meestal met een centrale persoonlijkheid, hè? Dus Hitler had Mein Kampf als boek, Marx had Das Kapital als boek, en dan zijn we hele volgelingen, maar ook een centrale persoonlijkheid. Vaak een mythe van het ontstaan en als er nieuwe stromingen zijn, nieuwe ideologieën, er is geen mythe, dan wordt er een gefabriceerd. En daar zijn ook voorbeelden van het heilig boek, daar heb ik het al over gehad. En het bepaalt wat goed en slecht is. Hè? Dus je moet het geld afnemen van de mensen en verdelen onder het proletariaat of wat dan ook. En ze hebben meestal een vijand. Hè? Dus de vijand van het islam nu, dat is Amerika natuurlijk. Van Marx was het kapitaal enzovoort. Allee. En je hebt twee soorten ideologieën. Bovennatuurlijke, dus de islam of het christendom. En je hebt ook, zoals van Marx, van maatschappelijke orde. Waarom zijn mensen daartoe geneigd om zich aan te sluiten bij zo'n ideologie? Zo'n ideologie die heeft meestal grote eschatologische ideeën. Hè? Dus grootse dingen, groot doel, groter dan jezelf. En dat is met een groep. Mensen zijn groepsdieren, dus ze willen graag met een groep iets bereiken. Omdat je een groot doel daaraan meewerkt, word je zelf veel groter. Dus het is feel good. Hè? Dus jij bent een schakeltje in iets veel groters. Dat wil een tribalist. En wij zijn tribalisten. Er zijn ook heel veel onderzoeken naar wat mensen gelukkig maakt. En dat is vaak het doen van dingen, niet het hebben van dingen, maar het doen van dingen. En dan vaak aan een doel werken wat groter is dan jezelf. Dat maakt mensen. Dat is een van de grote geluksfactoren. En dus veel aanhangers van een ideologie, die worden daardoor gelukkiger.
En het is ook wel lekker makkelijk, want je hoeft niet meer zo zelf te denken. En we zijn allemaal wel eens intellectueel lui. Je hebt geen eigen verantwoordelijkheid en je hebt een doel in het leven en het is heel duidelijk wat goed en slecht is, want de ideologie schrijft het je voor. Ideologieën waarvoor mensen wel leven geven, of ideeën, dat zijn vrijheid, gerechtigheid, waarheid, communisme, kapitalisme, katholicisme of christendom of islam enzovoort. Heel veel dingen. En het is heel raar, want het leven wordt dan ondergeschikt aan het idee. Dus het organisme, de drager van een idee, de host, die wordt opgeofferd voor het virus wat bij die gastheer huist. Dus het mem boven het gen en de parasiet die slachtoffert de drager. Dat is heel raar. En dan nog kunnen die memen overleven. Dus dat wil zeggen dat ze goed moeten verspreid worden, want die drager is in ieder geval de pijp uit. Dus is heel wonderlijk en alleen de mens doet dit. Dus we dachten vroeger dat moraliteit tot, en altruïsme tot mensen beperkt was, dat is helemaal niet zo, want dat komt in het dierenrijk ook heel veel voor. Er zijn hele leuke en flagrante voorbeelden van. Maar dat doet alleen de mens. En het is een dubbeltje op zijn kant, of dat het een ideologie nog een beetje netjes blijft, of overslaat naar een ideologisme. En het begint allemaal met een idee. En het idee is machtig, dat zei ik net al. Dus eerst geloven en dan zien. Het is heel groot. Blaas je dat tot iets heel groots op, dan en tot een alleen zaligmakend en uiteindelijk idee, dan verabsoluteer je het. En dan wordt een ideologie tot ideologisme. En dat noem ik giftige memen. Die zijn heel erg giftig. Want dan heb je een ideologie, een ideologisme. En wat is dat dan? Dat is dus een dogma waaraan absoluut niet getwijfeld mag worden. Een absoluut dogma. Nominalisme. De slechte dingen die het systeem wat wij dan slecht noemen, die worden goed genoemd. Dus oligarchie in Rusland, dat heet dan de heerschappij van het proletariaat, terwijl eigenlijk de rijken regeren enzovoort. Maar dan noem je dat het proletariaat die het regeert enzovoort. Dus je benoemt, Erdogan doet het nu ook, die heeft alle eigenschappen hiervan. Terrorisme, dus je gaat het met geweld aan anderen opleggen. Totalitarisme, iets anders mag je niet zeggen, bij Erdogan ook. De moraliteit wordt voorgeschreven, wat wel en niet mag. En censuur hoort erbij natuurlijk, en de persoonscultus hoort erbij. En wat er niet bij hoort, ja, het brein is dus geannexeerd, gekaapt. En wat er zeker niet bij hoort, dat is, en ik denk dat we daar eventjes, humor wordt absoluut niet getolereerd. Het is denk ik wel minstens een uur dat ik sta te praten. Zullen we eventjes gaan pauzeren? Ja? Dan gaan we zo weer verder. Gaan we weer verder. En dus we waren nog, ik geloof dat dit het voorlaatste plaatje van de uitweiding over de memen was. Ja, en dan de memen een beetje uitvergroot. En dan nog naar ideologie en dan nog weer uitvergroot. En verabsoluteerd tot een ideologisme dat verhoudt zich slecht met humor. Dus altijd de humor. Totalitaire systemen die houden niet van humor, want dat is relativerend. Dat is iets uit een ander gezichtspunt bekijken dan de werkelijkheid echt is. En dat is water en vuur. Ook het. Hij zou het beter moeten doen, maar dan moet ik hem wel aanzetten natuurlijk. Nou is hij aan. Ja. Als je een memestelsel, een ideologie, of als je dat wil veranderen door geweld, dat gaat nooit. Dus die kan je alleen maar veranderen via idealen en nooit via ideologieën. En dan verspreidt het zich als een gek, zoals je hier in die cartoon ziet. Oké, op één laatste hoofdstukje, dat gaat dus over een beetje uitweiden over systemen. En dan gaan we naar de conclusie en dan gaan we weer naar de bar of naar huis. Goed, en de systemen, artefacten, cultuur, natuurlijke vijanden van de mens, die hebben we eigenlijk nauwelijks meer, toch? Want de leeuw,
die is afgeschoten, of die schieten we af. We hebben gewoon allerlei buitenlichamelijke voortgezette evolutie. Dus grote klauwen en grote tanden bij onszelf gemaakt. En dat we de leeuwen makkelijk de baas kunnen. En alle andere predators die ons als prooidier zien. Want mensen zijn prooidier en er zijn jager en gejaagde, hè? In de natuur natuurlijk. En die zitten nog, die hebbelijkheden en onhebbelijkheden zitten in ieder van jullie en in mij. Nog altijd. Maar goed, de natuurlijke vijanden, die zijn we grotendeels kwijtgeraakt. Dus die is niet meer gevaarlijk voor ons. En de hele, dat zijn dus grote beesten die gevaarlijk voor ons waren, de beren en zo. Maar de hele kleine beestjes, die zijn we ook steeds meer de baas aan het worden. Dankzij al dit soort mensen en memen en systemen. En al die pilletjes, wat denk je daar nou van? Die bedacht zijn. En wij kunnen eigenlijk, velen van ons, die zouden zonder pilletjes, ja, vroeg of laat hebben we, velen van ons hebben we al wel eens iets ernstigs gehad. En wat zouden we van ons geworden zijn zonder die pilletjes? Dan waren we er misschien niet. Dus misschien waren we zonder die pilletjes wel veel minder aangepast, veel minder fit. Hè, waren we niet meer de fittest van alle mensen, maar met die pilletjes wel. Wat is het gevolg van al die pilletjes? Zwak, ziek en misselijk blijft allemaal leven. Dus, geen natuurlijke selectie meer. Hey, heel raar. Wat betekent dat? De mens moet noodzakelijkerwijs altijd zwakker en dommer worden. Dat is niet politiek correct wat ik zeg, maar ik denk dat het toch gewoon zo is. Dus is dat de achteruitgang van de soort? Zijn we de mensen aan het bederven met al onze trucendozen? Ja, wellicht wel. Soms een nou ja, vraag, ik gooi het bij jullie in. Iets anders wat politiek heel erg incorrect is, maar wel waar, dat is dit. Als we laagopgeleide hier zetten en hoogopgeleide daar, en het kinderaantal hier. Nou, jullie weten het heel goed, hè, waar de meeste kinderen worden geboren. Als daar nou halverwege drie worden geboren, dan bij de hoogopgeleide zijn het er minder en bij de laagopgeleide zijn het er meer. En dan, bij de criminele mensen, voor het algemeen, dus grote statistiek, dus niet gaan kletsen over uitzonderingen. Criminelen heb je van hoog tot laag, maar de meeste zijn toch wel laag opgeleid. En hoeveel kinderen krijgen die? Nog meer dan de andere laag opgeleide. Dat is niet leuk. Want dit worden er minder per gezin en ze krijgen het ook nog eens een keertje veel later. Dus hoogopgeleide vrouwen worden veel later moeder dan, dus haast een halve generatie later dan de laagopgeleide. Dus wat betekent dit? Ja, je kan het zo invullen. Het gevolg is ook dommer en crimineler. Dat is wel, doet even pijn. Wat is... Dus die mens, die wordt zwakker, dommer en crimineler. En net, weet je nog, van die filterbubbel en zo. Die wordt dus ook nog een keertje extremer. Dus dat is wel een gevaarlijke leven, een wereld waarin we leven. Hè. Dus het is heel, heel spannend eigenlijk. Maar hoe kan dit nou? Als je zwakker, dommer en crimineler wordt, hoe kan het dan dat we toch zo succesvol zijn? Want ja... Het stikt van de mensen op de aarde. Binnenkort lopen er, over 20 jaar lopen er 9 miljard rond. Nu tussen de 6 en de 7. Maar het wordt waarschijnlijk tot 9. En hogere opleiding, dat tempert het wel een beetje. Dus misschien blijven we al bij de 9 à 10 hangen. En is het niet door vrijwillige beperking, dan zal het wel het schip keren, ben ik bang. Maar waarom zijn we zo succesvol? En is dat nou... In een contradictie met de evolutie, ja, je zou het wel denken. En de oermens moet knap slim zijn, wil die kunnen. En de oermens die. Ander vraagje. Wie van jullie heeft het boek van Jared Diamond? Gerns, Steel, Gerns en Germs. Nee, hoe heet het nou? Weet jij het? Nog een keer? Gerns en Steel. In het Nederlands zware paardenziekte kennen. Ziektekiemen. Jared Diamond. Niemand gelezen? Ja, jij wel. Dus, ja. Fantastisch boek. Ga het kopen. En dat gaat dus over hoe de mensen, waarom dat wij, de Indianen, hebben
ontdekte en niet de Indianen ons en, enzovoort. Het zit allemaal geografisch is het bepaald door de, doordat de ligging van de continenten is zoals die is. Echt heel, heel, heel interessant. Maar hij begint, hoe kom ik op het idee? Hij begint zijn boek met de tijd dat hij in Nieuw-Guinea met die lokale mensen ontspookte. En hij zegt, de gemiddelde mens daar, die in die oeromstandigheden van het jaar Kruik, hè, echt zoals onze voorouders 30.000 jaar geleden leefden, leven die koppensnellers nu nog steeds. De gemiddelde stamlid daar is intelligenter dan het gemiddelde van ons. En hij is veel sterker dan het gemiddelde van ons. He, dus hoe kan het nou dat wij dommer zijn en zwakker? En dat we toch met zoveel zijn? Ja, dat is dus een contradictie van de evolutie in de Darwiniaanse zin. Maar het is dankzij het feit dat deze mens, die kan daar in het gewoel van het leven minder goed overleven dan die Papua-mens, die koppersneller. Dus deze man kan het niet. Maar deze man kan het wel, he, in dat gevoel van net. Dus waar houdt nou de grens van de mens? Waar is dat nou? Waar is de systeemgrens van de mens? Of waar is de systeemgrens van wat je leven noemt? He, is dat nou beperkt tot zijn vingernagels? Of is dat meer? Is dat hier? Of is dat... Nee. Of is dat daar? Hoort dit... He, dat is eigenlijk een klauw die we, naar we willen, kunnen neerleggen of ons kunnen aanpassen. He. Dus in plaats van een echte fysieke klauwen, hebben we dat hulpmiddel, dat artefact. He, dit is ook een artefact. En het grootste artefact waar de vrouwen de strijd mee aangaan is de lippenstift. Dat hoort er natuurlijk ook bij. En is de grens van het leven dit dan? Dat hoort er eigenlijk wel bij, toch? Want anders zouden velen van ons er al niet meer zijn. Ons leven is dankzij dat. En het is een artefact wat wij hebben gefabriceerd. Dat is niet in de natuur voorradig. Een huis hebben we nodig, een kleren hebben we nodig, een lippenstift. Ook een BH hebben we nodig, want dat is behulpzaam bij de voortzetting. Hè? Vroeger was een BH kon je alleen maar in de sekswinkel, zou ik hem zeggen, krijgen. Tegenwoordig is het onfatsoenlijk als je er geen draagt. Dus het is ook raar dat de meme verandert, maar... Dus. Oké. Dus dat dit allemaal tot het leven behoort, ja, dat zijn we wel over eens, denk ik. Hè? Dat genen daar een rol in spelen, dat hebben we ontdekt. Wat het organisme betreft, dat het reëel is, dat zijn we allemaal over eens. En dat we hier voor het woord dit bestaat, dit is waar, het is waar dat het bestaat. Hè. De bank waarop je zit, daarvan zeggen we dat bestaat. Deze dingen bestaan ook allemaal. Nou, dat de memen, hè, dat waren de organismen. Nou, dat de memen, hè, dat waren genen en organismen. Nou, dat de memen en het denken en de cultuur. Ja, allerlei memen hebben we. Hè, bijvoorbeeld, een paard is een organisme, maar het begrip het paard, hè, dat waren de memen van Plato. Hè. Hij zei het memen, het paard. Hij noemde het niet memen, want dat is Dawkins pas. Maar het idee van het paard, dat is wezenlijker dan de daadwerkelijke verschijningsvorm. Ja, het paard. Dat is nog, kunnen we nog wel ons voorstellen. Iets anders wat minder goed voor te stellen is, dat is nog abstracter. Schoonheid, ja, wat ik schoonheid noem, dat hoeven jullie geen van alles schoon te vinden. Is dat dan waar en bestaat dat dan? Bestaat dit, bestaat dat? Nog gekker, bestaat dit of bestaat het niet? En natuurwetten, bestaan die of bestaan die niet? Dat is de vraag. Het gaat dus allemaal over memen. En voor mij bestaan ze geen van allen. Tenminste niet zoals de bank waarop je zit bestaat. Het bestaat niet. Het bestaat dankzij het feit dat er in hosts, in jullie hoofden of in mijn hoofd, dat er een parasiet zit die op ons meelift. En dat is een idee, is iets virtueels, is iets imaginairs. Het is virtueel.
Het bestaat niet. Geen van allen. Ook natuurwetten bestaan niet. Dat zijn schablonen die wij hebben bedacht waaraan we aardig kunnen voorspellen wat de natuur doet. De ene natuurwet, de natuurwet van vroeger kon het al een beetje, van Newton kon het al heel aardig, van Einstein kon het nog beter en nu van Verlinde kan het misschien straks, als die helemaal is uitgewerkt, nog beter. Maar die wet zelf bestaat niet. Er is zoheid van de dingen die wel bestaan en die zijn zoals ze zijn en die gedragen zich zoals ze gedragen. En het beeld, het plaatje, het schabloon van die natuurwet, dat is een idee van ons, dat is een meme. Die bestaat alleen dankzij onze mogelijkheid tot denken. Dus het bestaat niet, dit bestaat niet, dat bestaat niet, dat bestaat niet, dat bestaat niet. Het is een gevoel van ons, het is parasitair. Hè? Dus heb ik al gezegd, dankzij het feit dat wij er zijn, kan dat bestaan. Ja, en waar is nou de grens van de mens? Is dit alleen leven of zetten we de kring daar helemaal omheen? Ja, en ik denk toch, ik neig er steeds meer toe om die kring dus over alles heen te zetten. Want dat hoort bij ons wezen als mensen, dat ook die inhouden van ons denken, dat is een vorm van leven. Maar anders dan ons organisme. Het geldt dus voor al die dingen. En ik ben er niet uit voor mezelf hoor. Ik blijf er een vraagteken bij zetten, maar ik neig er steeds meer toe om dat ook als levende dingen. Het gedraagt zich ook net zoals het echte organisme. Dus de systemen, die zijn wel reëel, net als het lichaam, het bestaat ook echt. En is het parasitair? Ja, in zekere zin wel. Zonder ons waren er die mechanismen niet. Het zijn allemaal creaties van ons. Eerst in ons hoofd en toen in de werkelijkheid. En leven, ja. Ik ben er geneigd toe om... Dus, ik laat jullie met een heleboel vragen achter. En we gaan ze vanavond niet met z'n allen definitief beantwoorden. De dingen die we dus aan het doen zijn, en die goed of slecht, hè, van iedereen in leven houden of niet? Ik geef het antwoord niet, maar ik geef je de uitdaging om er verder over na te denken. Hebben we inderdaad de natuurlijke selectie buitenspel gezet? Ja, ik denk dat daar het antwoord vooral wel een heel stuk ja op is. En verpesten we de menselijke soort? Ja, ook wel een beetje. Worden we zwakker, dommer en slechter? Ja. De onderwijssystemen worden ook nog wel steeds een beetje geperfectioneerd, dus we worden ook wel weer een beetje slimmer daardoor. Maar dat wil zeggen dat we komen op een iets hoger niveau dan we anders zouden zijn gedaan. Maar het basismateriaal wordt het echt dommer? Ik denk het. Ik ben bang voor, ja. We horen artefacten tot de natuur, daar hebben we het al over gehad. Wat is de systeemgrens van de natuur en wat is de cultuur, of is de cultuur onderdeel van de natuur? Wat is de grens van de mens? Conclusie. En dan gaan we naar de bar. Ik heb jullie een heleboel barokke dingen laten zien. En waar kwam het op neer? Nou ja, over de genen en de memen en de systemen heb ik verteld. Andere woorden die daarbij horen. Het ging over het lichaam, over de geest en over de artefacten. En nou, mooie rijmen, natuur, cultuur en apparatuur. En het ging over de replicatoren, die overal inspelen, over de variatie en over de isolatie, dus het apart zetten, daar heb ik niet zo over uitgeweid, en over de selectie. Nou, dan was ik wel bijna op tijd. En jullie hebben als gelukkig voor mij als een stel, tamelijk bakken schapen naar mij zitten luisteren. Naar alles wat ik hier op. Alles wat ik hier door elkaar klutste. Waarvoor dank. Maar ja, ik heb dus niks anders gedaan dan jullie wat ideeën voorgehouden. En dat kan je aan bakken schapen, ik kan ook aan dit. Dus meer gelijkend op het gezelschap wat hier zit.
Een van onze grote filosofen die een tijd in Nederland ook heeft gewoond, Descartes, een Cartesiaans artsenstelsel, waarbij Delftenaren en anderen, ook de biologen, gebruiken dat natuurlijk overal. Ja, er zit daar een bioloog, een paar biologen. En ja, die grote filosoof, verlichtingsfilosoof, en die dacht van ja, mijn leermeesters zijn eigenlijk veel knapper dan dat ik ben. Ik ben maar hun leerling. En wie ben ik nou om mijn leermeesters af te vallen? Want die hebben het allemaal veel beter doordacht. Ik ben nu vanavond een beetje leermeester geweest. Maar ik zeg net met Descartes van leermeesters, als je ze na elkaar hoort, dan blijkt dat de leermeesters het niet met elkaar eens zijn. Wat is de oplossing dan? Welke leermeester moet je volgen? En Descartes had maar één oplossing: zelf denken. He, dus je kan niet anders dan zelf denken. Een leraar achterna lopen, of dat het de grootste, ook al is het de grootste ideoloog, dat is jouw keuze. Maar jij bent zelf altijd verantwoordelijk voor die keuze. En dat is al zelf denken. Maar je kan nog beter niemand achterna lopen en alleen iemand met iemand eens zijn. Als je echt mee eens bent na zelf gedachten hebben, dan mag je van mij achteraan lopen of meelopen, maar nooit achteraan lopen. En dat zei Descartes ook. Dit plaatje heb je al eerder gezien, hè, dus het komt niet vanzelf, dat kritisch denken. Maar het is wel een heel groot, het is eigenlijk het enige machtigste wapen wat we hebben tegen die beïnvloeding van anderaf en aan het lijntje lopen en aan de leiband van je eigen genen en de memen van anderen rond te huppelen. En je kan er jezelf immuun maken voor al dat soort dingen door gewoon zelf te denken. En je kan dus vermijden dat je aan een puppet, een marionet bent van wie of wat dan ook. En dat maak je tot die man, mijn grote held. Probeer dat te zijn. Als je het hier niet mee eens bent, dan moet je je niet door de massapsychose, want het is heel machtig, hè? Wij zijn kuddedieren. Dus om hier dit te doen in dit energieveld, dat is haast bovennatuurlijk dat je dat kan. Maar probeer dat. Ik heb jullie allerlei ideeën meegegeven. Nog even een paar ideeën. Het gaat dus natuurlijk vooral hierom. Het gaat over de evolutie als verklaringsschabloon is heel machtig en ook toepasbaar op heel veel gebieden buiten de directe ontstaan van de soorten en het organisme zelf. houd het sturen van denk zelf. Houd het sturen van je leven in eigen hand. Exploiteer je onbewuste, weet je nog, gevoelens, de vegetatieve reacties. Oh, dat staat hier ook al. Wantrouw iemand die iets als waarheid probeert te verkopen. Een dogma is eigenlijk altijd giftig. Wees bewust van de filterbubbel bij alles wat je opzoekt. En zoek dus ook vooral op verschillende manieren. Als je zoekt naar wat dan ook, hè, naar evolutie, en je stelt er nog een andere term bij. Dus genetische evolutie krijg je heel iets anders dan evolutie met een ander woord samen. Dus Google op allerlei soorten manieren en wees je bewust van het filter wat ook bij jou in de slag gaat. Altijd. Pas op voor populisten, ja, dat had ik per ongeluk zo geschreven gisteren. Maar toen denk ik, ja, dat laat ik staan ook eigenlijk. Maar goed, dat moet natuurlijk zo geschreven worden. Hier heb ik niet over uitgeweid, maar dat vind ik wel. De democratie is aan nadagen bezig. We moeten nieuwe oplossingen vinden. Want wij worden beheerst door 2% van de mensheid in Nederland is lid van een politieke partij. Nou, je maakt als dat de beste 2%. De meest competente 2% van de Nederlandse bevolking is, vind ik het prima. Maar dat is helemaal de vraag. Ik weet het antwoord wel, dat is niet. En als je dan kijkt hoeveel mensen er dan nog naar baantjes willen jagen en hoeveel baantjes er zijn, dan is het ongeveer de grootste baangarantie heb je als je politiek actief wil worden om bij een partij te gaan. En die moeten alle mensen van hoog tot laag overal. Maar goed, daar heb ik dan niet zo bij stilgestaan, maar dat wou ik toch eventjes meegeven.
Ook dat je referenda, dat er een stomzinnig idee is. Memen en systemen zijn nooit doel. Zijn alleen maar middel. Dus een mem als doel, dus een heilig dogma, heel slecht. Memen en systemen leven met een vraagtekentje er ook bij. Ik weet het niet. Ik denk dat er heel veel argumenten voor zijn. Een idee is machtiger dan je denkt. Daar heb ik net al over. Dus alles begint met een idee wat wij doen en wat wij denken. Dus ook alle dreamteams. Dus ik ben de vader van de dreamteams hier aan de TU Delft. En dat is allemaal met een idee begonnen. Het is van dagdroom naar daydream. Ik maak hem even af. We zijn bijna bij het eind. Denk zelf. Oké. En nou zit hier, heb je hem gezien verschijnen? Kijk, dat mannetje daar. Denk zelf. En dan komt daar een mannetje. Want ik geef je maar ideetjes mee. Maar wees zelf dit mannetje, dat is mijn held. Dus om slechte ideetjes moet je gewoon gelijk doorprikken. Van wie die ideetjes ook komen, of dat ze van mij of van een andere. Dus ik ben hier voor free, zit ik de ideetjes te verkopen. Prik ze door, ik heb er geen moeite mee. Ook als je me straks aan de bar op een denkfout gevaar wijst, graag, want dan kunnen we de volgende keer beter doen. En Escher heeft in 1948 dit prentje getekend met twee potloden. Ik heb er in 1998 een potlood met een stiftje veranderd, dus, of een gummetje. Dus je mag ook alles wat ik heb opgetekend weer uitgummen, vind ik. Het laatste plaatje. Ik zou eindigen met een olifant. Die olifant van het begin, dus dat we allemaal maar een facet van, van dezelfde werkelijkheid zien en dat knap kan verschillen van persoon A naar persoon B, daar begonnen we mee. En dit, met andere, heeft er alles mee te maken, ook weer een olifant. Misschien hebben jullie het wel eens gezien bij een plaats waar olifanten hun nachtverblijf hebben. Bijvoorbeeld bij Blijdorp hebben ze dat. Daar hebben ze allemaal hun eigen plaatsje. En dan, hoe hebben ze geleerd dat het hun eigen plaatsje is? Die mahoed, die olifantenhoeder, die heeft ze in het begin. Een jonge olifant die moet leren wat zijn plaats is. Dan doet hij met een grote ketting aan een flinke boom. Dan gaat hij natuurlijk trekken, maar dat lukt niet. Dus dan leert hij dan een tijdje, als ik die ketting voel, dan moet ik gewoon hier blijven staan. Dat kan niet anders. Die legt zich daarbij neer. Als hij dat heeft gedaan, dan wordt dat boompje kleiner met een kleinere ketting. En dan wordt het een klein paaltje. En dan heeft hij er steeds, oh ja, ik voel iets aan mijn voet, dan moet ik hier blijven staan. En na een tijdje, dan heeft hij dus helemaal niks meer. En dan blijft hij toch daar staan. Want hij is een olifant en hij heeft dat geleerd. En ook deze olifanten, lieve mensen, dat zijn wij. En wij hebben vaak iets geleerd door vallen en opstaan, door zware kettingen, doordat we straf kregen, doordat we beloning kregen, doordat we allerlei rare dingen in ons hoofd hebben gekregen, of minder rare, maar in ieder geval. Wij hebben geleerd dat dat onze plek is en dat de wereld zo in elkaar zit, dat het wereldbeeld zo is. En we worden door niets tegengehouden om iets anders te gaan geloven. We worden door niks tegengezet, door onszelf. Door om de ideeën die wij hebben ingeplant gekregen. En die we ons hebben, ja, dat veronderstelt slechte bedoelingen. Hè? Die ze ons hebben willen wijsmaken. Maar dat zijn geen slechte bedoelingen, dat zijn de beste bedoelingen. Je ouders hebben je allemaal met de beste bedoelingen het wereldbeeld overgedragen waarvan zij dachten dat het het beste was. Maar nu staan we allemaal los. We zijn volwassen mensen. Dus dat hoeft niet meer. Oké, dus want wij zijn die geëvolueerde mens die behalve in zijn hoofd ook nog aan zijn poten allerlei dingen heeft doen ontstaan. En we kunnen onszelf, moeten we onze hersenenpan schoon houden. Ja, dit is bijna het einde, want nu gaat het gordijn weer dicht. En dan komt tenslotte nog het gordijn dicht. Allee, kom. Ja, dan gaat hij weer dicht. En dan komt er tenslotte nog de uitspraak waarmee ik jullie vaarwel zou willen zeggen. Wij hoeven geen slaaf te zijn
van onze genen, van onze ingeboren intuïtie, of van de memo die we toegediend hebben gekregen, van onszelf hebben toegediend. Wij zijn slaaf van niets en niemand. We zijn onze eigen baas. Dank jullie wel.